Bonjour à tous, ici c'est Milan Cohen. Hallo iedereen. Ik heb 11 jaar voor Anderlecht gespeeld en deze zomer maakte ik een transfer naar AS Trenčín in Slowakije. Eerst en vooral zou ik iedereen willen bedanken voor de 11 mooie seizoenen. Les coachs, les staffs, les dirigeants et surtout les fans, merci à tous. Ik ben nu 2 weken in Trenčín en alles verloopt prima. In het begin was het een beetje aanpassen, maar nu valt alles goed mee. Iedereen heeft mij goed opgevangen, dus ik ben ze daar ook dankbaar voor. J'ai déjà joué 2 matchs pour mon nouveau club et tout se passe très bien. Dans mon premier match, j'ai direct donné un assist, donc j'étais très content. Et dans mon deuxième match, je suis très bien monté au jeu et le coach me donne beaucoup de confiance, donc ça fait beaucoup pour moi. Et pour le reste, tout se passe très bien ici. Le Slovaakse voetbal gaat natuurlijk een klein beetje trager dan het Belgische voetbal, maar er wordt natuurlijk ook wel voetbal gespeeld over de grond met combinaties. De intensiteit van de wedstrijden ligt ook zeer hoog. Dus het is een beetje te vergelijken met het Belgische voetbal. Spartak Trnava is een ploeg die beschikt over veel duelkracht en veel wilskracht. Ze kiezen vaak de snelste weg naar voren. Dus dat gebeurt ook met lange ballen. Maar ik heb er veel vertrouwen in dat jullie zullen winnen. Ik wens jullie natuurlijk heel veel succes. Donc moi je serai là ce soir pour vous soutenir. Et come on you move! Merci à tous, iedereen bedankt. Et j'espère revenir un jour à la maison. Ciao!